Ken je dat? Dat je in de zon ligt en binnen 10 minuten helemaal verbrand bent. En op een andere dag lig je misschien wel 30 minuten in de zon en is er niks aan de hand. Dat heeft alles te maken met de zonkracht. Jongens, het effect is al wel duidelijk. Oh, sorry. Oké, zonkracht dus. Zonkracht is in het kort de hoeveelheid ultraviolette straling die de aarde bereikt. Deze is onder te verdelen in verschillende typen. Je hebt UVA-straling, UVB-straling en UVC-straling. Deze worden allemaal in een bepaalde mate tegengehouden door de ozonlaag. We gaan er even wat dieper op in. UVA-stralen, met de A van aging, zijn verantwoordelijk voor rimpels en andere tekenen van huidveroudering. De stralen kunnen gemakkelijk door de ozonlaag heen komen en ook bijvoorbeeld door wolken en glas heen dringen. Deze stralen bereiken het hele jaar door de aarde. Dan UVB-straling met de B van burning. Precies, die dus. UVB-straling is verantwoordelijk voor het bruinen en verbranden van de huid en kan ook voor huidkanker zorgen. Deze type straling komt een stuk moeilijker door de ozonlaag heen en dringt ook niet door glas heen. En dan UVC-straling. Hallo? Hallo? UVC-straling komt dus niet door de ozonlaag heen en bereikt ook niet het aardoppervlakte. En dat is maar goed ook, want deze straling is heel gevaarlijk en kan zelfs je DNA aantasten. Hoeveel UV-straling de aarde bereikt is afhankelijk van een aantal factoren. We lopen ze even langs. Allereerst de stand van de zon. Als de zon hoog aan de hemel staat, is de zonkracht hoger dan wanneer de zon laag aan de hemel staat. De straling legt dan namelijk een langere weg af door de atmosfeer. In de zomer is de zonkracht dan ook hoger dan in de winter. En als het zonlicht dan aankomt hier op aarde, dan maakt het ook nog uit op wat voor oppervlakte de straling terechtkomt. Water, hagelwitte stranden en vooral ook sneeuw hebben door hun reflecterende eigenschappen een versterkend effect op de zonkracht. De zonkracht delen we in aan de hand van een schaal. Maar niet deze. De zonkrachtschaal loopt van 0 tot soms wel hoger dan 15. Zonkracht 15 komt vooral voor in landen dicht bij de evenaar of in plaatsen in de bergen. Zonkracht 8 is de hoogste in Nederland en je kan dan al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Naast de hoeveelheid zonlicht zijn ook je huideigenschappen een belangrijke factor. Hoe je huid reageert is afhankelijk van je huidtype. Hey, leuk! Je bent hem nog niet gesmeerd! Nou, nu je er toch bent, abonneer je dan meteen eventjes op ons kanaal. Dan mis je niks.